Dus we zijn welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We zijn nu naar het ziekenhuis aan het wandelen, want wij gaan namelijk mama ophalen. Eigenlijk al voor, omdat ik met de buggy aan het rijden ben. Om hem mee te nemen, want ja, natuurlijk mee en zo. Maar we hebben ook al laten weten dat ze gewoon beneden staat op de afdeling. Dus dat we niet op de afdeling kanker moeten zijn. Dat scheelt ook al een pak. Dan komt zij daar al niet aan. Dus ja, dat is ook wel leuk, denk ik. Maar hij slaapt momenteel met zijn eigen aapje, Pipo. En dat vindt hem ook wel goed. Dus hij zit een beetje op de buurt aan het rijden. Dus we gaan ze even ophalen. Hoe ik een keer hoe het is geweest. Dus wel zeer benieuwd natuurlijk. Hoe het was, want geen moest natuurlijk al zwaar, maar nog zwaarder als het natuurlijk heel de week 6:30 moet opstaan. Maar ja, voor hem natuurlijk voor te zorgen. Is natuurlijk wel wat zwaarder dan dat je dat normaal doet. Dus ik ben eens benieuwd. Dus we gaan eens kijken waar ze is. We zijn nu al op de parking van het ziekenhuis. Dus wat heel spannend. Ze klinkt toch goed. Dus ja, ik zie er een beetje bleek uit. Ik heb nog niet zoveel voedsel binnen. Want hij had grote honger vandaag. Hij heeft ook nog niet echt goed geslapen. Maar hij slaapt blijkbaar alleen maar in zijn buggy'tje goed. Dus dat is wel, ja, daarom dat hij nu aan het slapen is. Ik ben wel blij om, maar ja, daar ben ik even niets mee, want ik heb nog niks binnen van eten. Wel een beetje drinken. Dus hij is benieuwd eigenlijk. Dus we gaan ze nu even ophalen. We zijn namelijk nu binnen in het ziekenhuis. We gaan eens kijken waar ze is. Ze is al zwaaien. Zo, we hebben haar gevonden. Hier is ze trouwens. Ah, je ziet ze op deze video. Ze hebben haar gevonden, dat is leuk. Ja. Je haar, die heb ik niet gevonden. Ga je naar staart? We zijn vandaar gekomen. Oh ja, maar ik heb ook langs die. Maar dan heb je toch geen... Nou, oké. En hoe was het in het ziekenhuis? Oh, lang wachten, ik had dat altijd. Maar ja, ik ga het bieden, ik heb het enorm. Ik ben wel niet terug, dus. Dus je moet ook nog eens agent. Zoals ik. Ja, dat is eigenlijk juist, jij bent agent. Sorry. Mijn dochter moet ook agent zijn. Dat pakt de persoon en die zegt ze bellen wat wel. Ja, ik kan niet bellen, want het, ja, het is een sketch aan het eten. Dus dat is goed. Ja, oké. Ja. Dat is nodig, want hij was hongerig. Ja, dat is wel een beetje zegt. Ja, we waren aan het slapen allebei, hè. Ja. Toen jij belde, hè. Ja, ja. Samen in de zetel, hij zo tegen de zijkant van ons zetel natuurlijk, dat hij niet valt. En ik daarnaast natuurlijk. Zo niet, maar voor de rest lag te slapen hij niet. We zijn al naar de GB geweest ook wel. En nu eten moeten we nog gaan halen bij de Vietnam. Dus als je dat gaat passeren, anders ga ik er niet raken voor je eten. Dus moest je nog vragen hebben, die mag je altijd stellen. Natuurlijk kan je hierover. We gaan straks nog naar de catnet. Denk ik, alleen ben ik aan het afvragen of het wel een goed idee was. Maar ja, om met hem te gaan. Omdat ik als aan het denken was van ja, het is er heel druk. En ja, als het alles komen we dan ook ophalen daar, dat we elkaar wel zullen zien. Omdat het ook niet echt een opening is om wat te staan als dat thuis of zo. Dus ik ben er eigenlijk een beetje over het nadenken. Maar dat komt wel goed. Ik ben wel blij dat het goed ging gaan. Dus daar ben ik al heel blij om. Nee, dat zijn... Sorry, Peter kan niet als ik ze dacht. Ja, nee, dat niet. Nee. Breng me dat maar op. Ik kon niet allemaal in de kar, hè? Nee. Ja. En wanneer moest je dan terug naar hier komen? 10 januari. 10 januari? Ja. Oké. Kerst, ik kan gewoon doen. Ik heb het volgend jaar. Al goed dat zeg, maar even nog te zeggen. Het is een goede eindejaars, hopelijk wel. En ik had dat goed. Hij zou wel aanslagen volgens een dokter, maar ja, het zit gewoon die kinderen op. De minnaar. Ja. We lopen hier nu naar zo'n heel mooi parkje. Hoe dat parkje hier niet, dat weet ik eigenlijk niet. Dat hoort bij het rusthuis, denk ik. Dus ook bij het ziekenhuis. Dus, de plakka. Ja. Maar het is hier wel heel mooi natuurlijk. Hij staat naast de man, maar dat is ook vriendelijk. Geloof ik. Echt wel super vriendelijk. Ik zal dat kaarsje laten branden voor u. Ik zal ook in de kerk aan u denken. Dat is zeker, mocht u niet. Dat is ook vriendelijk. Ja, absoluut. Ik heb dat vroeger op mijn afzetker. Ah, je hebt maar dat keer helemaal rijden. Ik ben al op. Zes keer? Yes. Als het aanslaat. Ja, goed. Dus allemaal een kaars branden.
Het is in de kerk, hè? Je leert niet overal. Of een nepkaasje mogen op. Nepkaas, tuurlijk. Dus, dat gaat ook, hè? Sowieso. Dat gaat ook al tegenwoordig, dat is waar. Dan gaan we nu richting huiswaarts. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zeker dat je omhoog, vergeet niet te abonneren en dan zie je elkaar heel snel terug.